Het is een belachelijke suggestie dat wij gedreigd zouden hebben met het dichtdraaien van de gaskraan. Dat zegt de NAM in reactie op onze berichtgeving over de onderhandelingen over de aansprakelijkheid voor de aardbevingsschade. Daarin stelde de NAM vorig jaar de gaskraan voor tijdig te moeten dichtdraaien, met grote gevolgen voor het hele land natuurlijk. En dat staat in een gespreksverslag dat in handen is van RTV Noord. De NAM liet het in eerste instantie bij een korte schriftelijke reactie, maar het gasconcern wil nu wel voor de microfoon reageren. Bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen is verslaggever Mario Miskovic. Ja, dat klopt inderdaad. En Hein Dek, de woordvoerder van de NAM, die staat hier naast mij. Nog druk doende met zijn telefoon. Ja, kunnen we? Oké, ja goed, jullie gaven dus al aan dat het belachelijk was dat de suggestie werd gewerkt dat jullie Nederland in de kou konden zetten op die manier. Ja, de interpretatie leek ons en vele anderen ook wel vrij duidelijk van het verslag. Hoe is uw lezing? Nou, onze lezing is dat er een insinuatie uitgaat van de berichtgeving van vanochtend. Dat NAM zou hebben overwogen of zou hebben gedreigd om eenzijdig het Groningen gasveld in te sluiten. Nou, een absurde insinuatie. Voor ons is het gewoon heel belangrijk om het gesprek over veiligheid te voeren. Die gesprekken zijn vorig jaar gevoerd. Die gesprekken zijn gevoerd vanuit het duidelijk aangeven dat er twee knoppen zijn waar je kan draaien. Versterking verder opvoeren of de gaswinning verlagen. NAM heeft vanuit die veiligheidsoptiek altijd gewezen op die mogelijkheden. Wij gaan niet over levensverzekering. Dat is aan de overheid. Maar het gesprek over veiligheid is voor NAM, maar ook voor alle betrokkenen, dermate belangrijk dat je gewoon goed met elkaar in kaart moet brengen wat er gebeurt. En dat dan uiteindelijk in een passage van aantekeningen, niet in een verslag, maar van aantekeningen, wordt opgenomen de opmerking dat er, of de insinuatie dat er sprake zou zijn van een dreigement door een NAM-directeur. Ja, een absurde insinuatie. Maar u leest het dus niet zo? Want ik bedoel, iedereen die we spreken, die we het verslag voorleggen, u zegt aantekenen, het is wel degelijk als verslag opgesteld, die geven aan van ja, maar dit kun je eigenlijk maar op één manier opvatten, dit is een pressiemiddel. Wanneer de drie partijen aan tafel spreekt, we hebben het over NCG, EZK en NAM, dan zeggen alle drie partijen afzonderlijk van elkaar zich totaal niet te herkennen in van de suggestie die gewekt wordt. Kunt u wel ontkennen dat het niet gezegd is ook? Kijk, jij en ik waren allebei ook niet bij het gesprek, ik ook niet. Dus de woorden kan ik niet achter elkaar plaatsen. Nee, maar het gaat om een directeur van de NAM, die heeft u natuurlijk gesproken. Ik bedoel, kunt u aangeven dat dit niet is gezegd? Nou, de directeur van de NAM die heeft twee opties geschetst. En die heeft gewoon heel duidelijk aangegeven wat ook de effecten van opties zijn. Maar dat is nooit als een dreigement eruit gesproken. Ja, maar u begrijpt dan ook niet dat het zo geïnterpreteerd kan worden? Ik begrijp niet dat het zo geïnterpreteerd kan worden. Juist ook omdat de interpretatie gelegen is in het feit dat er drie partijen met elkaar een gesprek voeren. Dat drie partijen daar alle drie een beleving bij hebben. En als je de afzonderlijke partijen vraagt naar hun beleving, dan zullen ze alle drie inderdaad heel duidelijk aangeven dat er geen sprake is van dreigementen of van de insinuatie van powerplay. Maar op het moment dat er wordt aangegeven dat we iets moeten gaan veranderen, anders zijn we gedwongen om het gasveld eerder te sluiten dan praktisch is voor Nederland, dan... Ja, ik snap niet hoe ik dat dan moet duiden. Dat komt toch aardig dicht bij een dreigement dan. NAM zou nooit eenzijdig het Groningen gasveld insluiten. Daar hoort heel duidelijk bij het statement: NAM zou Nederland nooit in de kou laten staan. Nou goed, duidelijk verhaal. Het heeft wel veel losgemaakt. Hoe kijken jullie daarna? Ja, dat is jammer. Het gesprek moet gaan over perspectief. Het gesprek moet gaan over toekomst. NAM heeft zeker een hele belangrijke rol in deze aardbevingen. We zijn uiteindelijk ook de veroorzaker. De afgelopen jaren is er door heel veel partijen, maar ook door de NAM, hard gewerkt om juist te werken aan die oplossingen, om met elkaar het gesprek aan te gaan. Die gesprekken die vinden in constructieve zin plaats. Dus er is altijd gesproken over wat zijn de opties die op tafel liggen om die veiligheid te bereiken. Nogmaals, de opties die op tafel kwamen in dat betreffende gesprek gingen juist over de versterkingsoptie of de productieverlagingsoptie. En daar was absoluut geen dreigement aan gekoppeld. Ja, met alle respect, ik snap dat u dit zegt, maar dit is natuurlijk niet het enige verslag dat er ligt. Er zijn tal van documenten, mailwisselingen. Er komt een hele duidelijke houding uit naar voren van NAM, waarin duidelijk is van hoe de verhoudingen liggen in de onderhandelingen. Dat heeft niet zoveel met constructief samenwerken te maken. Kijk, ik kan reageren op wat ik gisteren heb ontvangen. Dat is een hele korte passage met daarin een aantal opmerkingen. De drie partijen aan tafel herkennen zich niet in die geschetste opmerkingen die daar naar voren worden gebracht. Voor ons is het nogmaals gewoon belangrijk om te wijzen op die twee knoppen waar je aan kan draaien. En dat er dus nu sprake zou zijn van correspondentie is mij niet bekend, kan ik ook niet op reageren. Maar nogmaals, NAM
heeft in het verleden op geen enkele wijze gedreigd met het insluiten van het Groninger gasveld. En dat zei Hein Dek, woordvoerder van de NAM. Dankjewel, Mario Miskovic.